Hallo leerlingen, een korte uitleg over algemene computervaardigheden. Daarmee willen we zeggen de vaardigheden, de dingen die je zou moeten kunnen om gewoon vrij simpel met een computer te kunnen werken. En dat klinkt een beetje overbodig, maar je zal merken dat bepaalde handigheidjes, dat je daar de rest van het schooljaar, misschien wel meerdere schooljaren, plezier van hebt. Want elk jaar merken wij weer dat leerlingen tegen dezelfde problemen aanlopen, omdat ze in het begin niet echt goed hebben geleerd hoe ze met bepaalde dingen moeten omgaan. Zoals bijvoorbeeld het opslaan van bestanden, het werken in mappen netjes organiseren, het werken in een browser, Chrome of Firefox, en wat andere handigheidjes. Nou, die laten we je in een paar minuten even kort zien, zodat je daar voor de rest van je schoolcarrière en misschien wel daarna plezier van hebt. Ik begin met het opslaan van bestanden. Nou, zoals je ziet, dit is mijn bureaublad en jullie hebben hier op school ook een netwerk waar je je eigen bureaublad zal hebben. Ik heb hier van alles in staan. Dit zijn bijvoorbeeld mappen. Dat zie je, zo'n mapje aan de buitenkant. En dit zijn losse bestanden. En je ziet hier een los Word bestand en je ziet hier bijvoorbeeld een los bestand van het programma Excel. Nou, als je op je bureaublad nieuwe mappen wil maken, en dat raad ik je aan, dan kun je dat het meest makkelijk doen door op de rechter muisknop te klikken en dan voor nieuw te kiezen. En dan zie je hier een map staan. Nou, dan verschijnt er een map en dan kun je die map een naam geven. Nou, we raden je aan om voor elk vak wat je hebt, in ieder geval op je bureaublad, een naam te geven. Bijvoorbeeld het vak mensenmaatschappij. Dus dan zou je dat M kunnen noemen of MNM. Dat is misschien duidelijker. Nou geeft hij aan van, hey, je hebt al zo'n map. Wil je die samenvoegen met die? Nee, dat doen we niet. Dan noem ik hem even voor het gemak MM. En zo kan ik heel snel allerlei verschillende mappen gaan maken. Weer rechter muisknop, nieuw, map. Deze noem ik dan wiskunde. Kort ik even af, dat is makkelijker. Nog één nieuwe map. En dan heb je wel, zeg maar, het idee, denk ik, begrepen. Dus dan een map voor Duits. Nou, als je dan dus iets aan het maken bent hier op school, dan is de bedoeling dat je het gelijk op een plek stopt waar je het makkelijk terug kan vinden. Heel vaak merken wij dat als leerlingen iets gemaakt hebben op de computer, dan slaan ze het zomaar op. Ze hebben geen idee waar ze het opslaan. En nu kun je dat een plekje geven, zodat je het altijd mooi terug kan vinden. Het voordeel is, dat stel je voor je hebt een bestand gemaakt voor een mensenmaatschappij en je bent daarbij bij thema 1, dan zou je in die map die je net gemaakt hebt, en ik ben hier trouwens ingekomen door te dubbelklikken, dan kom je in een map. Dan zou ik in deze map ook nieuwe mappen kunnen maken. Heel simpel weer, rechtermuisknop, nieuw en dan nieuwe map. Wat ik ook zou kunnen doen, makkelijker, is dat hierboven al staat nieuwe map. Als ik daar aanklik, nieuwe map, en dat noem ik dan bijvoorbeeld thema 1. Oké, okay. Nou, maak nog een map, want ik weet, er komt ook een thema 2 aan. Nu op deze manier. Thema 2. En omdat 2 later komt dan 1, zet hij ze automatisch al in een goede volgorde. Hier kan ik dan bij thema 1 al mijn bestanden zetten die te maken hebben met thema 1. Nou, zal ik dan laten zien hoe dat werkt. Als je in Word bijvoorbeeld werkt, ik link deze map even weg. En ik ga naar Word toe. Ik open even snel Word. En ik schrijf daarin test voor M en M. Oké. Okay. Nou heb ik gewerkt. Dit is natuurlijk een voorbeeld, dus ik schrijf maar heel weinig. Maar jullie hebben straks een hele pagina vol waarschijnlijk. En dan zou het heel zonde zijn als je dat kwijt zou raken. Dus je wil het opslaan. En je wil het opslaan op een plek waar je het makkelijk terug kan vinden. Nou, wij zeggen altijd, doe dat op een logische plek met een logische naam. Hoe doe je dat? Je gaat naar bestand en dan kies je voor opslaan als. Wat veel leerlingen doen, maar wat je niet moet doen, is dat je hier heb je een knopje en dan zie je ook opslaan staan. Maar als je daarop klikt, dan weet je niet waar het staat. Dus de allereerste keer dat je werkt aan een bestand, moet je altijd kiezen voor opslaan als. Nou, dan krijg je dit schema. Ja, of deze keuzes krijg je dan. Dat is een beetje ingewikkeld, want jullie hebben ook geleerd, dat leer je later, dat je met OneDrive kan werken. Alleen, nou is de koppeling tussen OneDrive en het netwerk niet altijd helemaal goed. Dus voor de veiligheid zou ik altijd kiezen computer. En dan
krijg je weer een aantal keuzes. Maar dan moet je kiezen voor bureaublad, want daar heb ik net mijn map aangemaakt. Het kan zijn dat dit in het Engels staat. En het Engelse woord voor bureaublad is desktop. Nou, die klik ik aan. En dan krijg ik dus mijn bureaublad, althans alle mappen die op mijn bureaublad staan. En daar heb ik een mapje aangemaakt, MM. Net zoals dat ik daar ook een mapje had aangemaakt met wiskunde, die zie je hier staan. En Duits, die zal bij de D staan. Ja, want dit is zoals je ziet alfabetisch. Nou, dit bestand wil ik opslaan in de map MM. Daar klik ik op. En ik denk, nou, het hoort bij thema 1, dus dan klik ik thema 1 aan. Dan wil ik hem hier neerzetten. Hij heet nu Test for M. Maar misschien wil je het een andere naam geven. Nou, kies altijd een naam waarbij je gelijk weet van, oh ja, dat is ook alweer dat bestand. Dus dan moet je een beetje handig in zijn. Wat is een handige naam? Nou, in dit geval is het misschien gewoon handig test. Opslaan. En nou staat hij in die map op mijn bureaublad. In de map M&M. En dan nog in dat mapje thema 1. Nou kan ik het ook veilig wegklikken. Want ik weet, ik heb het opgeslagen. Even controleren. Ik ga naar de map MM. Ik ga naar thema 1. En daar inderdaad staat het bestandje. Als ik hem open, krijg ik inderdaad het bestandje. Ja, hij staat hieronder. Waar ik net aan gewerkt had. Ja. Oké, nou stel je voor dat je dit voor de tweede keer opent. Dan kun je wel gewoon op dit icoontje klikken. Want dan slaat hij hem automatisch op de plek waar je hem de eerste keer hebt opgeslagen. Maar nogmaals, dit moet je alleen doen als je dus al de eerste keer hebt gekozen voor opslaan als. Hè, dus als je naar een nieuw bestand werkt, altijd kiezen voor bestand opslaan als. En ik heb nu uitgelegd hoe je dat doet op bureaublad. Nou, ga naar bureaublad, ga naar de map MM en daar dus inderdaad in thema 1 staat het bestand. Oké. Je ziet hier overigens ook al in dit minuutje dat hij zegt van het bestand staat nu in deze map, huidige map. En ja, dan is het logisch dat je hem daar weer terugzet. Oké, nou tot zover hoe je bestanden het meest handig kan opslaan. Dan ga ik jullie nu, wil ik jullie iets uitleggen over de handigheidjes in de browser. Nou, wat is een browser? Een browser is eigenlijk gewoon een programma waarmee je op het internet kan. En in dit geval zijn dat bij ons op school 3 programma's. Internet Explorer, Mozilla Firefox en Chrome. Nou, de meeste van jullie zullen werken met Chrome. Dus ik open Chrome even. En Chrome is toevallig ook de adressenbalk. Dit noem je een adressenbalk. Is ook de zoekbalk. Je kan ook hier zoeken, maar dat kun je net zo goed hier doen. Nou, jullie gaan regelmatig werken in Office 365, daar is een andere uitleg van. Om daar te komen, ga je naar het adres wat hier staat. Maar dan zou het fijn zijn als je niet elke keer dat adres hier hoeft in te typen. Nou, noem je dit wat hieronder staat, noem je een adressenbalk. Of sorry, een bladwijzer. En een bladwijzerbalk, daarin kun je knoppen maken, waardoor je in één keer op een bepaalde site komt. Nou, om dat te doen, heel simpel, je gaat op dat, ja, in dit geval is het slotje, maar als er geen slotje staat, staat er soms een wereldbolletje. Nou, die pak je, die sleep je eigenlijk, dus dan houd je de linkermuisknop ingedrukt en die sleep je naar die balk. En dan zet je hem bijvoorbeeld hier neer. Nou had ik hem toevallig ook al hier staan. Ik heb mijn bladwijzerbalk al gevuld. Maar zo kun je elke site die jij denkt vaak te gaan gebruiken, kun je dus hier neerzetten in Chrome. Firefox heb je eenzelfde manier voor. En Firefox, daar, we openen hem even. Heb je ook een bladwijzerbalk. Dat zie je hier ook al. Hè? En daar werkt datzelfde trucje eigenlijk ook. Als ik hier naar diezelfde site ga om in te loggen op Office 365. Dan kan ik dat trucje ook doen. Hier zie je het slotje. En die kan ik ook slepen naar die bladwijzerbalk. Nou, mocht je deze bladwijzerbalk nog niet hebben, standaard, dan kun je die hier kiezen bij menu. En dan kies je voor, niet voor opties. Menu. Of is dit hem? Ja, sorry. Dit is hem. Dit icoontje moet je aanklikken en dan heb je hier bladwijze balk.
En die staat hier weergegeven. Als ik hierop zou klikken, het vinkje, zou de bladwijze balk verdwijnen. Oké, nou, dit is dus Firefox. Datzelfde trucje kan ook in Chrome. En in Chrome, openen we nu even, daar heb je hier de menuknop. En dan zie je hier bladwijzers. En dan hier bladwijze balk weergeven. Door hem weg te halen, als ik dit vinkje weghaal, dan is dus de bladwijze balk ook weg. Dat zijn handigheidjes voor in de browser. Nou, nog een laatste handigheidje, wat jullie vaak gaan gebruiken, is dat je teksten moet kopiëren en plakken. Nou hoop ik niet dat je dat vaak gaat doen voor je werkstuk voor Nederlands of voor mensenmaatschappij. Maar het kan wel handig zijn als je bijvoorbeeld op van een leraar een bepaalde link hebt gehad naar een website. Kijk of ik even zo snel eentje kan vinden. Waarbij ik zelf een uitleg heb staan met een link. Staat dat hierbij? Ja, hier bijvoorbeeld. Dit is een link. Nou, deze is blauw. Dus in principe, als ik op Ctrl zou drukken, dan verschijnt er een handje en dan kan ik het aanklikken. Maar stel je voor dat dat niet zo was. Dat ga ik zo even instellen. Ik verwijder even de hyperlink. En er wordt mij verteld, ja, je moet naar deze site toe. Ja, nou kan ik dit helemaal gaan overtypen in de adressenbalk op een, of in een browser. Maar het is makkelijker als ik dit kopieer en plak. En nou zou je, je selecteert door, dat heb ik nu gedaan, door de linkermuisknop in te drukken en dan over de tekst te gaan. Dan kan ik twee dingen doen. Ik kan de rechtermuisknop doen en kopiëren. Maar ik kan het ook doen gewoon met toetsen op mijn toetsenbord. En dan moet ik weer de tekst selecteren. En dan kies ik voor Ctrl-C. Dus ik druk dan de knop Ctrl en die zit helemaal links onderin op jouw toetsenbord. En dan druk ik ook de knop C in. Dus je houdt gewoon Ctrl ingedrukt en dan druk je daarbij heel kort C in. Dat betekent kopiëren. En als ik nou bijvoorbeeld naar Chrome ga en ik ga in die balk staan, adressenbalk, en ik doe nu de knop Ctrl-V, dan zie je daar dat hij hem plakt. Ctrl-V betekent plakken. Ik had ook rechtermuisknop kunnen doen en dan kunnen zeggen plakken. Dan verschijnt hij ook. Maar Ctrl-C en Ctrl-V, dat noem je sneltoetsen, dat werkt veel sneller. Het werkt niet altijd. Het werkt bijvoorbeeld niet als je een afbeelding hebt, dan wil het nog wel eens zo zijn dat hij niet direct komt. Ik kan nu bijvoorbeeld niet Ctrl-C doen. Daarvoor zal ik eerst het plaatje erbij moeten pakken. En zelfs dan kan ik niet altijd Ctrl-C doen. Dat moet ik dan ook met afbeelding kopiëren doen. Maar met teksten werkt het vrijwel altijd. Dus met teksten van de ene plek naar de andere plek knippen en plakken. Dat werkt bijna altijd met Ctrl-C, Ctrl-V. Oké, tot zover de uitleg over de algemene computervaardigheden. Hopelijk heb je er wat aan en succes met de rest van de opdrachten.